Weet je welke artsen wij willen hebben? Wij willen artsen hebben die ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden. En dan willen we artsen hebben, want het zijn mensen, wanneer ze ziek zijn, moeten ze goede artsen zijn om ze beter te maken. En dan moeten we als derde punt de artsen goed betalen. En als vierde punt, de artsen moeten weten dat er ook Surinamers wonen op Alalapado of op Dritabitje. En we willen voorkomen dat we artsen hebben die zitten aan de Malibatrumstraat en te wachten tot mensen doodziek zijn en tonnen willen gaan verdienen. Dus laten we de zaak precies zeggen zoals het is. Want nu zitten we te kijken naar 6.000 en 8.000. Geloof me, die artsen van ons lachen ons uit. We moeten ze meer betalen om naar het binnenland te sturen. En eigenlijk is die Cubaan tolerant. Ik zou jullie meer vragen. En als het aan mij lag alleen, had ik 500 Cubanen gebracht. Maar mina, ook iedereen maar toe. En ook faciliteiten gaan we daar moeten hebben. Net wat de president zegt. In het buitenland word je niet eens meer toegelaten op basis van je cijfers. Men heeft mij kritiek gegeven. Ja, de studenten hebben specifiek een S-pakket gekozen om arts te worden. Ik ben zelf docent geweest aan de medische faculteit in het kader van public health. En wat ik heb geconstateerd is dat andere vaardigheden, en dat is waar de president over praat, de humaniteit en de communicatie met de patiënt en het je kunnen inleven in de situatie van de patiënt, dat hebben die studenten niet echt goed ontwikkeld. En daar komen dan de problemen, want heel veel van onze artsen zijn nu robots geworden om even een receptje uit te schrijven. Maar waar zit het dat je inderdaad, als het gaat om problematiek, zoals we die hebben, suïcide, geweld, daar moeten de artsen ook allemaal mee kunnen dealen. Mijn ervaring is ook geweest dat met betrekking tot moeder-kindzorg en de vroege ontwikkeling van de kinderen en de rol van de arts daarbij, de artsen laten het afweten. Het is niet hun taak. Waar zijn we dan mee bezig? We voeren al heel lang een preventief beleid. Een beleid dat gericht is dat de arts moet voorkomen dat mensen ziek worden. Nogmaals, alleen een S-pakket voldoet niet. Bij de overige universiteiten moet je een motivatiebrief indienen. En er wordt niet gekeken naar je cijfers, al heb je 10 voor al die vakken. Er wordt gekeken, ben jij geschikt, pas je in een profiel dat voldoet aan de arts die wij nodig hebben voor Suriname. En dat houdt dus inderdaad, als ik je naar Coruni wil zetten, wil sturen, dan moet jij daartoe bereid zijn. En die artsen, daar willen wij ons voor inzetten. En ik zal dus ook zeker als minister van Onderwijs dit soort criteria naar voren brengen als het gaat om toelating tot de medische faculteit. Wat kost het totaal de staat om die artsen hier te hebben? Want we weten dat artsen als het ware een exportproduct zijn van Cuba. Hoeveel betaalt Suriname voor deze artsen aan de Cubaanse overheid? De minister van Financiën en ondergetekende gaan heel gauw naar Cuba om de laatste hand aan het tweede deel van de kosten te leggen. Maar ruw geschat, echt bad case scenario, zal dat niet meer dan 15.000 SRD per arts kosten, inclusief die 6.000 die wij moeten betalen aan de mensen die hier als arts werkzaam zijn.